Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buana Kitoko. Congo en de Belgen met Padone. Congo, ja. 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk van België. En toch, je moet er niet geweest zijn om te weten dat wij, de Belgen, de Noko, de Nonkels, zoals we daar nog altijd worden genoemd door sommige ouderen, er eigenlijk nooit weg zijn geweest. Economisch en politiek zijn we er onbeduidend geworden. Het is al China en Zuid-Afrika wat er nu de klok slaat. Maar de sentimentele roots liggen er nog open en bloot. 9 afleveringen lang neem ik je mee naar Congo. Onze Congo, toen en nu. We zetten deze reeks straks in met het vertrek. Het begin ook Livingstone, I presume. Hoeveel passagiers vliegen er vandaag mee? Vandaag voorzien we 140 passagiers. Dat is previsioneel. Is dat veel of weinig? Dat is vrij laag. De lijn Kinshasa heeft een vrij lage bezettingsgraad. Komt het? Ik denk dat dat te maken heeft met de politieke situatie in het land. En er zijn heel weinig toeristen die Kinshasa aanvliegen. Die het aandurven? Ook, ja. Een 140 tal passagiers samen met de cargo die we aan boord zetten zou ons moeten brengen op een zero fuel weight van rond de 156 ton. Brussel-Kinshasa doe je vandaag met een Airbus tegen een snelheid van 860 km per uur. 8:05 later sta je op het hete en zinderende asfalt van de luchthaven N'Djeli. Dan begint het avontuur. Ik wed met jou voor een gratis ticket, zegt een veiligheidsagent van Sabena. Je landt 's ochtends om 10:00. Niemand waarschuwt dat je zult toekomen, wij niet, de ambassade niet. En we spreken af in Hotel Memling in het centrum van Kinshasa dus
twee uur later om 12 uur. Je zult er nooit geraken. Hij kijkt met overtuigende ogen. Waarom niet, aarzel ik? Ze pakken je bagage af of gooien uit de taxi of vergeten je gewoon. Om maar te zeggen, lieve luisteraar, Congo is niet gemaakt voor gevoelige zielen. Het is nooit anders geweest. Toen journalist Moulton Stanley in 1871 naar de vermiste avonturier Livingstone begon te zoeken, bleven er 1000 dagen later van de 356 dragers slechts 1/3 over. De 3 blanke expeditieleden waren de een na de ander door ziekte of verdrinking omgekomen. Sir Maria Adonia de Pape vertrok op donderdag 16 september 1909 met de boot naar Congo, vastberaden er zwarte zieltjes te gaan winnen. Na een maand en 8 dagen komt ze aan in de havenstad Matadi. Om in het binnenland van de kolonie te geraken, heeft ze nog 2 dagen met de trein, 3 dagen met de boot en enkele dagen wandelen voor de boeg. Koning Boudewijn vliegt in 1955 naar Congo in een speciaal vliegtuig, dat spreekt, maar de reis duurt meer dan een etmaal. De ontvangst maakt veel goed. Buona Kitoko, roepen de Congolezen de vrijgezel toe. Mooie, blanke man. Boudewijn, dat is bekend, keert zonder vrouw terug naar België. In deze eerste aflevering van Buona Kitoko hoort u de huishoudregentesse Bertha Eiken en Aline Bogaerts, pater Jozef Bolle, ex-ambassadeur Luc Putman, pater Paul Lissens, chef Geraerts, gewestbeambte, Mark Deltour, leraar, Noëlla Nijrink, zuster en lerares, Adolf Verheijden, chef Brugge en Wegen en Daisy Verboven, de vrouw van een gewestbeambte. We hadden een grote behoefte aan de wereld zien, aan kennis maken met de wereld, aan eruit trekken hier. Dat werd aangeboden, zou ik maar zeggen, aangeraden. Beetje zoals nou gezegd wordt, je hebt een mooie toekomst bij het leger of zo. Hè. Werd toen gezegd, je toekomst ligt in Congo en zo. En we waren dan allebei nogal avontuurlijk aangelegd. We werkten alle twee hier op een ministerie. En we vonden dat toch maar een saaie bedoeling van 9 tot 5, van 9 tot 5 voor de rest van ons leven. En dus wilden we naar Congo. Je gaat zo echt het onbekende tegemoet. Hè? Je weet niet, want dan weet ik toch goed dat sommige vriendinnen dan tegen mij zeggen, maar waar haalt het toch in je hoofd om naar Congo te vertrekken? En wat ga jij daar doen? En ga jij dat daar gewoon kunnen worden? En ik zeg ja, ik hoop het dat ik het daar gewoon. Ik zeg ja, en valt dat tegen? Het is getekend voor 3 jaar, dan bijt ik 3 jaar op mijn tanden. Ik zeg en dan ga ik niet meer terug. En valt dat mee? Zoveel is te beter, we zullen wel zien. Ik zeg, ik weet, ik ga het avontuur tegemoet, maar ik had er wel goede zin in. Ah, wij hoorden veel over Congo. En de paters kwamen veel bij ons thuis. Ook de missionarissen. En die kwamen graag, want mijn vader die gaf altijd, al in die tijd was dat veel, 500 of 1000 frank. En zo, die vertelden dan. Hè. Ze kwamen altijd wat vertellen. Zo. En zo kom je daar stilletjes in. Hè, en krijgde jij zo grote personen voor u. En dan zegde hij als klein manneke, voilà, dat ga ik ook doen. Zo, hè. Zo groeit dat eigenlijk. Dus zo langs die wegen dat onze leven hier eigenlijk de mensen leidt, zo, hè, soms. Goh, ik was bitter jong. Bitter jong. Toen ik van Congo hoorde en zag ook in foto's, hè, met negertjes en zo meer. Dat gaf me toch een gedacht. Om later zal ik misschien naar Congo vertrekken. Dan zat de goesting er al in. Ziet u? Op school hebben wij geleerd dat dat een zeer, zeer interessant land was. Dat het de Belgen dus een zeer mooi werk te wachten stond. En op dat moment ook dacht ik, misschien zal ik daar later iets kunnen bijdragen. Ja, dat was vooral een land dat dan verschillend was als het onze. Omdat de mensen en de kinderen vooral zwart waren.
En het moet ook het beeld geweest zijn van een arm land. Aangezien men ons niet alleen in de kerk, maar ook op school vroeg om mee te helpen door het storten van een bijdrage. En ook er was daar het probleem van het zilverpapier dat men uit de chocolade haalde. Dat men vroeg te verzamelen voor die fameuze zusters in de Congo ten voordele van de kinderen. Dat was voor de negertjes, zegden ze. Zo werd dat gezegd. Hè. Maar verkochten zij dat? En kregen zij daar iets van, dat ze dan misschien terugsmelten of ik weet, teruggebruikten? Ik heb er geen gedacht van. Ik zou niet weten wat dat ze daar toen mee gedaan hebben. Er was ook altijd dat negerke dat in de winkel stond waar men snoep ging gaan halen en kopen. En men moest daar dan een centje in steken. En dat was ook allemaal ten voordele van dat verre zwarte land met problemen voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dat herinner ik mij zeer goed. Niet dat ik veel snoep had natuurlijk, want het was in de snoepwinkel geloof ik. En ook in de, misschien wel bij de apotheker geloof ik, dat die beeldjes vooral verspreid waren. Ik geloof in Mechelen was er ene zwarte en dat noemden wij chef met nog iets bij. En die verkocht ze van die zwarte bollen. En die kwam soms, want het was een klein dorpje waar ik woonde, en daar kwam die soms een keer, misschien één keer per jaar langs. En dat was een evenement als wij die zwarte zagen. Dat was echt zoiets. Maar voor de rest, ik wist heel weinig eigenlijk over Congo buiten. Ja, die paar spreekbeurtjes dat ik destijds gegeven heb. Maar de realiteit was toch heel anders dan dat wij ons dat voorgesteld hadden. Absoluut, ja. Ja, heel anders. Wij kennen eigenlijk maar Afrika van horen zeggen. We hadden nog nooit een voet echt op Afrikaanse bodem gezet. Dus wij kenden het land niet. Wij wisten alleen maar, kijk, jullie vertrekken naar de Shaba. En jullie gaan werken in Luwabo. En Luwabo, dat was dus een dorpje, werkelijk midden in de Broesen. Daar was een normale school voor jongens. En daar was ook een hospitaal waar mijn echtgenote als dokter aan verbonden zou zijn. Maar toen wij daaraan kwamen, stelden wij wel vast, de school was er, maar het hospitaal was er niet. Ja, wij hadden eigenlijk niet zo'n fameuze voorbereiding gehad, hè, op ons vertrek. Er was een dame die toen lessen inrichtte, maar een avondcursus van 1 week. En die was zo enthousiast over Congo, dat ze dus de toekomstige koloniale vrouwtjes, want we waren met z'n velen en we waren allemaal zeer jong, een soort voorbereiding gaf. Dus van het is er zus en het is er zo, je moet daarop letten. En dat was vrij aardig wat die mevrouw deed toen ter tijd. Ik heb daar een goede herinnering aan. Zij had het dan vooral over contact met boys en met de bevolking en over het feit dat je moest proberen de taal te leren en zo meer en over hoe het was van door de Broesen te reizen. En ook één avond kwam er een dokter. En die bereiden ons ook voor, vooral op het moederschap in Congo, zou ik maar zeggen. Die zei dus wat er allemaal kon gebeuren als je zwanger raakte. En ook zelfs wat je moest doen als je moeilijkheden zou hebben terwijl je in de broes was en er geen dokter voorhanden was en zo meer. Tijdens onze opleiding hebben ze ons wat missiologische cursussen gegeven om te proberen uit te leggen waar het zou om gaan als we in Congo zouden toekomen. Maar eerlijk gezegd was de realiteit toch anders, helemaal anders dan wat ik me had voorgesteld. Maar we wisten wel al iets. Hè. Ze hadden wel al de aandacht getrokken op heel wat punten. En vooral wisten wij dat
dat het anders zou zijn, dat die mensen een andere cultuur hadden dan de onze, een andere taal dan de onze, andere gewoontes. Dus dat we ons mochten verwachten aan een serieuze verandering. Dat wisten we wel. Maar hoe dat concreet er zou uitzien, ja, dat wisten wij niet. Dat hebben we dan ter plaatse moeten ondervinden. Op de koloniale hogeschool werden wij wel een beetje geïndoctrineerd daarin. Daarin werd ons bijgebracht en ze probeerden ons te overtuigen van het feit dat de blanke beschaving, de westerse beschaving, eigenlijk beter was dan die daar. Ja, en wij slikten dat. Hè. Als je er niks van weet, dan zeg je, ah ja, dan gaan wij gaan dus de beschaving brengen. Wij gaan orde brengen, wij gaan welstand brengen, wij gaan onderwijs brengen, dat ze geletterd worden. En ook, dat was de zaak van de missionarissen, ze gaan het katholieke geloof brengen, zie je. Wij gaan naar Congo om zielen te redden en velen onze landgenoten gaan er hun ziel verliezen. Er zijn er hier zoveel op het schip die daar gaan om de volle tucht te geven aan hun driften en die alzo het grootste beletsel stellen aan de beschaving van Congoland door hun slechte voorbeelden. Wij bewonderen zeer dikwijls 's avonds de ondergaande zon die de zee met alle kleuren doorkleurt. De zee is dikwijls met een gouden boord omzoomd, terwijl nog allerhande kleuren op het water weerkaatsen. Ik zend met de laatste zonnestralen nog mijn groet tot u. En die schijnen mij uw ouderlijke zegen te brengen uit het verre Belgeland. Als gij de zon ziet, denk dan somtijds aan mij, want zij komt hier ook en nog veel nader dan bij u. Gij ziet dus dat de goede God ons gezegend heeft gedurende onze gevaarlijke reis en ik hoop ook, lieve ouders en broeders, dat gij gezond, gelukkig en tevreden zijt over uw en mijn lot. Verheffen wij dikwijls onze harten tot een hemel die ons wacht, waar Maria, de onbevlekte maagd, onze moeder, de deur zal openen. Lieve broeders, vergeet toch nooit uw drijwees gegroeten die gij mij beloofd hebt ter ere van Maria en altijd zal zij u helpen midden in de vredegevaren die u omringen. In de zoete hoop, lieve ouders en broeders, dat dit nieuws u zal verblijden en aanmoedigen, bied ik u mijn beste groeten aan, als ook aan familie, vrienden en kennissen en schenk mij alstublieft uw zegen. Uw zeer verkleefde dochter, Sœur Marie Adoni. We kregen een voorschot van 10.000 frank om onze bagage aan te kopen. En dat was toen eigenlijk een heel bedrag. En we gingen een uitrusting kopen in iets wat La Maison du Congo heette of zo, in Brussel. En we kochten tropenhelmen en safari-jasjes en je moest ineens een hele zomeruitrusting hebben. Er zat onder andere een muskietennet in. Een moustiquair, zoals ze dat bij ons noemden. Een kaki vestje, een kaki broek, hemden, onderhemden en zo, die aangepast waren aan het klimaat ginder. Een malbain, dat was een koffer die in de vorm van een bad was. En dat was bedoeld als je in de brousse ging reizen, dan werd die koffer volgegoten met water en daar kon je dan je inwassen. Dat was de malbain. Iedereen had een malbain in zijn bagage. Daar stond een mand in die malbain. En dan in die mand kon je het beste je borden en glazen vervoeren. Dat was omdat die mand een beetje veerde. Een paar boeken over moraal, over theologie, omdat we dachten dat we datgene misschien zouden kunnen nodig hebben. Achteraf is dat wel niet waar gebleken, maar afijn, de mens weet dat allemaal niet. Een paar leesboeken en dan een paar spulletjes zo. En dat zal het zo ongeveer wel geweest zijn, denk ik. Ik had 8 koffers, hetgeen dat heel veel was. Hè. Een halve menage zo. Hè. En dan de boot op. Dat afscheid nemen, dat gebeurt op het laatste moment. Je weet al jaren, vanuit de vorming, dat een dag dat je gaat vertrekken, dat die komt. Je verlangt daarnaar. Die voorbereiding daarop, dat weegt niet zo zwaar. Het enige moment dat even doorweegt, dat is als je dan de laatste keer aan vader en moeder een kruisje geeft, hè,
en een kusje geeft en dat je dan afscheid neemt van de rest van de familie en dan weggaat zo. Dat is het moeilijke moment. Maar voor mij persoonlijk, de voorbereiding daarop was absoluut niet moeilijk. Ik had er lang naar verlangd, ik had er naartoe geleefd. Dat was zo'n beetje het realiseren van een droom, zou ik zeggen. Hè. Van in het begin ging dan heel de familie mee met de bussen. Om uit te wuiven, ja, kinderen, kleinkinderen, zo naar Zaventem. En dat was een heel gebeurtenis, joh. Ah, ze praten daar nu nog van. Ja, die kinderen die waren toen maar kleine snotapjes zo. Hè. Toen, voor zo'n kleine, om zo'n vlieger te zien, hè, vanuit Limburg. Hè, daar zagen ze geen vliegers. Hè. Die hadden iets meegemaakt, zo. Allee. In Zaventem was natuurlijk de ganse familie aanwezig. Hè. Vader, moeder, broers, zusters, nog een paar ooms, een paar tantes. Enfin, ik geloof dat ze er maar 21 man waren als ik vertrokken ben. En van de ene kant is dat een grote troost om te weten dat ze daaraan geïnteresseerd zijn, dat ze nu alleen laten. Maar van de andere kant, hoe meer volk dat er staat, hoe moeilijker het is om weg te gaan eigenlijk. En dat was toch wel een indrukwekkend moment hoor. Dat herinner ik me nog altijd nu, na zoveel jaren. Dat laatste moment, ja. Nog een kruisje, een kusje en weg. Trommeltjes waren niet groot, maar hij wist ze wel te roeren. De dansers op de vloeren, de cocktails in de maat. Cocktails in de maat en een mambo voor de ladies. Een beetje koelte voor als het heet is aan de evenaar. Ze maakten geen bezwaar, hij wist wel wat ze mogen. Hij keek ze diep in de ogen, ze vielen van de graan. Zit hij op een cruise en hij vaart naar de Seychelles. De facelift te vervellen, het lijkt wel op een blues. Waar blijft die laatste roes? Waar zijn nu al zijn lieven die hij eens mocht gerieven op de Congoboot? Hij speelde op een boot die voer naar Congo. Hij speelde op een bongo in het combo van die boot. Zijn trommeltjes waren niet groot, maar hij wist ze wel te roeren. De dansers op de vloeren, de cocktails in de maat. Vodka met tomaat en een mambo voor de ladies. Een beetje koelte voor als het heet is aan de evenaar. Ik ben een jongen van 8. Bij ons op zolder staat het hoogst persoonlijke koloniale erfgoed van mijn moeder tussen de spinnenwebben te verkommeren.
zware metalen koffers waarop in witte letters Belgisch Congo staat geschilderd. Als je ze opent, springen je vreemde werelden tegemoet. Je zet een witte tropenhelm op, je trekt een panje aan en het zwakke voorjaarslicht dat door het dakraam valt, wordt ineens een schroeiend hete tropenzon. Postzegels uit Belgisch Congo op verkruimelde luchtpostenveloppes week ik los en krijgen een plaats in een album dat mijn moeder ooit zelf is begonnen. En dan zijn er de foto's. Ze ruiken naar palmbomen en zilte havenlucht. Foto's van mijn moeder, een jong, aantrekkelijk meisje dat ik nooit heb gekend. Ze ligt over de reling van de Congoboot en mijmert over een wereld die ze nog niet kent. Ik was 24, dus jong en sterk. Een maand getrouwd. En mijn moeder was zeer bedroefd toen wij vertrokken. Dat was aan het Steen nog in de tijd in Antwerpen. Het was met de Elisabethville. En ik was heel blij van weg te zijn uit België, dat herinner ik mij nog. En we vertrokken toen nog met een van die Liberty Ships, heette dat. En de onze heette de Tervaten. En we waren nauwelijks aan boord of de mannen werden van de vrouwen gescheiden. We mochten natuurlijk samen eten en zomaar slapen. En elementaire baden en dergelijke, dat moest aan de vrouwenzijde gebeuren. Dus, hè. En dat was zeer onplezierig, want mijn man en ik, we waren toch al een jaar getrouwd. Maar er waren ook veel mensen die pas getrouwd waren. En dat was dan een zeer, voor die mensen treurige bedoeling. En we waren nog niet in Tenerife of de meeste reddingsboten aan boord van die Tervaten waren al in beslag genomen door verliefde mensen, zal ik maar zeggen. Ja. Enkele dagen na het vertrek was er in de golf van Gascogne een enorme storm. Mijn ex-echtgenote is, die was zeeziek. En ik was niet zeeziek. En ik had een collega van de Koloniale Hogeschool en die was zeeziek. En zijn vrouw, die een heel mooi jong ding was, was niet zeeziek. Ja, dan kun je begrijpen wat er gebeurde. Wij gingen naar de bar en van het een kwam het ander. En die avond is geëindigd in een reddingsboot. We maakten zo het zeil van een reddingsboot en dat was een zeer prettig einde, zie je. Dus, maar dat was geen goed begin voor mijn huwelijk. Ik herinner me nog, ik had nogal een warme tailleur aan. Ook weer zoiets, ja, dat was het enige, ja, die tijd was dat zo, had men een paar schoonzaken waar je mee wegging. En dat deden we dan aan om naar Congo te vertrekken. Maar dat was zo'n hele warme tailleur en ik weet dat dat verschrikkelijk warm was als we uit dat vliegtuig stapten, die hitte, die kwam u tegen. En ik stond dan met mijn tailleur. Ze brengen daar de trap met mankracht naar het vliegtuig, dat was nog niet gemechaniseerd zoals nu. En ze zetten die trap daartegen en die deur gaat open van achter. En als ik dan in die deuropening kwam, en die warmte en die vochtigheid, dat viel zo op u. Oh, ik zeg, waar ben ik hier nu toegekomen? Hè? Wat heb ik nu uitgestoken om naar hier te komen? Maar. Wat een oven. Ik zeg, hier is geen lucht. Dat raak ik hier nooit gewoon. Ik vond dat verschrikkelijk. Die warmte die je zo in één keer binnenkreeg. Ik zeg, en is dat nu misschien hier ter plaatse aan dat vliegtuig en rond dat vliegtuig? Ik vroeg me eigen af of dat overal zo zou zijn, maar dat was inderdaad overal. En dan ja, dat zien van die zwarte, je komt ogen tekort. Hè. Iedereen is daar zwart, hè? En plotseling staat je daar en je zegt, ik sta hier bijna als enige blanke. En ik kijk rondom mij en ik zie niks anders dan zwarte. Je denkt, maar die gelijken allemaal zo goed op elkaar. En je kan ze niet uit elkaar houden. Dat blijft mij altijd bij, hè. Dus die eerste dagen dat je zegt, ik zit hier in een totaal andere wereld, dat zijn alle zwarte. Wat kom ik hier nu eigenlijk doen?
Ik voer op een Franse stomer die iedere verrekte haven aandeed die ze daar ginds bezitten, enkel en alleen om, zover ik kon nagaan, soldaten en douaniers aan wal te zetten. Ik tuurde naar de kust. Naar een kust sturen, terwijl die aan een schip voorbij glijdt, is als het overpeinzen van een mysterie. Ze ligt daar voor je, glimlachend, fronsend, aanlokkelijk, majestueus, kleingeestig, onbeduidend of woest en altijd zwijgend, terwijl ze niettemin lijkt te fluisteren: kom en ontdek me. Deze kust was opvallend karakterloos, alsof ze nog altijd bezig was gevormd te worden en maakte een eentonige en grimmige indruk. De rand van een reusachtig oerwoud, zo donkergroen dat die bijna zwart was, afgezet met een franje van witte branding, liep kaarsrecht, alsof hij met een liniaal getrokken was. Ver, ver weg langs een blauwe zee, waarvan de schittering getemperd werd door een laaghangende nevel. De zon scheen fel. Het land leek te glanzen en te druipen van het vocht. Wij puften voort, hielden stil, brachten soldaten aan wal, gingen verder, brachten douanebeambten aan wal, die tol gingen heffen in wat er uitzag als een godverlaten wildernis. Sommigen van hen, hoorde ik, verdronken in de branding. Maar als dat zo was, leek het niemand ook maar iets te kunnen schelen. Ze werden daar eenvoudig overboord gezet en verder gingen we. De kust zag er iedere dag hetzelfde uit, alsof we niet vooruit gegaan waren, maar we trokken aan verschillende plaatsen voorbij. Handelsposten met namen als Grand Bassam, Petit Popo, namen die thuis leken te horen in een of andere platvloerse klucht, opgevoerd tegen een dreigend zwart achterdoek. Af en toe bracht een boot die van de kust kwam je even in aanraking met de werkelijkheid. Aan de peddels zaten zwarte kerels. Van verre kon je het wit van hun ogen zien glinsteren. Ze schreeuwden, zongen, het zweet gutste langs hun lijven. Men neemt dus het schip in Antwerpen en vaart over de Canarische eilanden naar Lobito. En in Lobito komt men aan de kade en daar zwemmen de haaien in grote getallen rond het schip. Dat zijn enorme, reusachtige dieren, tot 5, 6, 7 meter lang. De zee was groen, grijs, het water. En toen we de Congo-stroom opvoeren, werd dat water bruin. En toen zag ik voor het eerst de Afrika, echt Afrika, de oevers die voorbij gleden als in slow motion. En ik herinner mij dat ik niet anders deed dan kijken. Ik lag uren met mijn ellebogen op de reling en ik keek. En op de kade, daar staan de Afrikaanse mannen. En die zien er zo schrijnend mager uit en onder voet, dat mijn vrouw me zegt: hebben wij nog geld om terug te reizen? Want als we in Matadi aankomen en ze zijn daar ook zo verwaarloosd, dan wil ik daar niet tussen leven. En het bleef niet bij kijken, want Matadi. Namen we de trein en de bagage werd op de trein geladen en kwamen we in wat nu Kinshasa zit, toen Leopoldstad. Want dat was precies één dag. Van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Dat noemden ze de witte trein van Matadi naar Leopoldstad. Dat is onvergetelijk. Dat klein treintje dat dus van Lobito over Dilolo naar Katanga ging, Elisabethstad. Dat was onvergetelijk. 2 nachten en 3 dagen toch, ja. Stof, we waren precies roodduiden als we zo in een dorpje toekwamen. En dat was natuurlijk een belevenis. Hè. We hadden er veel van gehoord en gezien op postkaarten en dia's.
Maar als je dat dan zelf meemaakt, die geur, die Afrikaanse geur, die, dat oud verbranden, die, waar dan je in een dorp zo passeert, dat is, je vergeet dat niet meer. En ik herinner mij dat ik niet alleen zag dan, maar ook luisterde en rook. En ik weet niet of ik toen al van Afrika hield, maar ik was gefascineerd door dat werelddeel. Het was een soort voorgevoel dat het allemaal goed zou worden. Ze kwam in Java en wij woonden, dat was zo'n 13 kilometer van het vliegveld. Dus 13 kilometer per auto. En wat je ziet is volk. Volk, volk, volk. En je komt van België, waar dat de straten begrensd zijn door de huizen. Nee? De straat is begrensd door huizen. Hinder die straten zijn begrensd door wandelende mensen, gaande mensen, gaande mensen. En ze ging naar de markt en ze ging naar de school. En ik weet niet waar overal dat ze ging, maar ze ging. Ze waren in beweging en ze lachten in een vrolijke gezicht. Met de hele der gezicht lacht eigenlijk. Dragen op ja, die droegen van alles op hun hoofd. Vooral de mama's dan, dus die vrouw met grote man brood, dus met grote man fruit en zo. Dat heeft een geweldige indruk op mij gemaakt. En als ik aan Zaire denk of Congo, is het nog altijd het eerste beeld dat opkomt. Dus die rit, die 13 kilometer, doorheen de mensen. Een mensenmassa, een vrolijke massa, allez, een bruisend leven. Je zegt, ah ja, hier ga ik hard mee zijn. Eén ding herinner ik mij nog, dat er kwam een, we legden aan ergens, ik weet niet waar, er kwam een prauw langs gevaren en daar zat een negerin in. En ik keek naar die negerin en zij keek naar mij en ze schoot in een lach. Dat was zoiets merkwaardigs. Ik dacht, waarom lacht die nu gewoon uit vriendelijkheid? Dat gezicht klaarde op met die blikkerend witte tanden in dat donkere, glanzende gezichtje. En ik dacht, ah, dat wordt goed. Iedereen kwam mij verwelkomen. En de manier waarop dat zij mij verwelkomen, dat was met de gewone dagdagelijkse dingen. En met arachidenoten en met banaan en met een kie en met deiers en met fruit en met en van alles en nog wat. En je bent dat zo welgekomen dat je eigenlijk je emoties moet bedwingen. Maar geweldig welgekomen. Ongelooflijk. En ja, je geeft ze een hand, maar ze nemen uw hand tussen een hand. Nee? En ze duwen. Dat is zo gemeend, dat welkom. En er was daar op de parochie een Zairese, paterschutist. En die kwam dus ook. En die zei, zuster, het is mij een waar genoegen u te mogen welkom geven. En je verschiet u dood. Ze zegt, hier, zo'n mooie Vlaamse zin. Ik zou het zo schoon niet gezegd krijgen. En die kwam je verwelkomen. Dus heel die dag was er volk en nog volk om te zeggen dat je daar welkom was. En je bent nu bij ons en je moet bij ons thuis zijn en je zult hier thuis zijn. En ik was er thuis ook. U hoorde Bwana Kitoko, Congo en de Belgen.